Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie een deel van mijn oogschaduwstest zien. Ik zeg er gelijk bij, ik ga niet de grote oogschaduwpalettes laten zien die ik heb. Maar ik zal mijn mono's en mijn wat kleinere paletjes, dus waar maar 2 of 3 kleurtjes in zitten, laten zien. En een aantal oogschaduwproducten die ik in stickvorm heb. Dus als je benieuwd bent naar mijn eerste deel van mijn oogschaduwtest, kijk dan zeker eventjes gezellig naar me. Ik begin met mijn mono oogschaduw. Ik laat eerst een aantal producten zien die ik nog in mijn review bakken vond. Dat is deze Catrice Highlight oogschaduw in de kleur Golden Nights. En, ja, kun je dus heel goed als highlighter ook gebruiken. Ben ik wel heel benieuwd naar. Die ga ik nog reviewen. Van Essence een I Love Soft Metals oogschaduw in de kleur 3 Melted Kiss. En dit is een beetje een bolle oogschaduw, een beetje een bekert. Misschien dat je hem ook wel nat kunt gebruiken, dat weet ik niet. Ga ik zeker nog even testen. Dan nog een Essence de Velvet. Dit is de kleur Coral Me Maybe. Ook wel een heel mooi oogschaduwtje. En ik vond dit oogschaduwtje nog. Deze ligt er al een tijdje in. Volgens mij zit het zo'n stiek op. Nee, het is een armbandje, denk ik. Dit is de kleur I'm Blushing. En dit is gewoon een roze oogschaduw. Dus deze laat ik nog in mijn review bakken. Dan kom ik bij de oogschaduwproducten die ik nog in mijn dagelijkse testbakje heb zitten. Dat is onder andere een bruine van de Action. Hier staat geen kleur op. Is gewoon een bruin kleurtje. Een beetje naturel wel. Deze is donkerder. Hier staat ook geen kleur op. Maar ja, ik vond die kleuren gewoon toen heel erg mooi. Die heb ik toen een keertje gekocht. Dan de I Love Nude. Oogschaduw van Essence. Dit is de kleur Sweet Like Chocolate. En dit zijn dus ook van die gebakken oogschaduws. Dan de I Love Nude in de kleur Crème Brûlée. De laatste, dat is dit kleurtje in de kleur Cake Pop. Deze is echt mijn favoriet van de I Love Nude oogschaduwcollectie. Al mijn mono's zitten in dit bakje van de Action. Ik heb al wel vaker stashvideo's gemaakt. Ik heb al wel vaker deze bakjes laten zien. Ik zal hem even omdraaien, want eigenlijk wordt hij zo. En ik ga het eventjes een beetje, ja, gewoon normaal laten zien. Dit is een Bouncy oogschaduw van Catrice. Deze zat in een limited collectie of van Sense of Simplicity. Dit is de kleur Strike a Rose, maar ik moet zeggen dat hij, als je hem gebruikt, is hij gewoon net wit. Dus de kleur is niet echt, ja, het is niet echt roze wat er afkomt. Het is net zo goed, ja, meer wit. Dat is wel jammer. Een 3D oogschaduw. Dit ja, zijn van die hele mooie oogschaduws van Essence. Zijn volgens mij helaas uit de collectie. Dit is de kleur Irresistible Foxtrot. Dan een limited oogschaduw van Essence, van The Secret Party, Glow of My Life, een hele gewone. Oh, is het trouwens wel een heel leuk, vind ik wel even leuk om te laten zien. Kijk, zit een struis, nee, het is geen struisvogel. Hoe heet die beest nou? Nou, ik kom er eventjes niet op. Maar goed, zit er zo'n beestje in. Ook heel handig. Nou, dan heb ik de... Komt een plakbandje uit. Een oogschaduwtje uit de I Aruba collectie. Dit is La Vida Loca. Heel bijzonder gedaan. Een kleurtje uit de Mary Berry collectie. Ook ziet er die hier heel mooi uit. Dit is de kleur de Perfect Breath. Dan een matte oogschaduw van Catrice. Deze is van de Flawless Opie Limited Collectie. Dit is de kleur Berry Tail. Ook zo'n mooie tekening erin. Vind ik altijd heel erg leuk als ze dat hebben. Dan de Like an Unforgettable Kiss Collectie van Essence. En een kusje erin. Zoals je kunt zien heb ik vooral heel veel limited oogschaduwtjes. Dit is de Cloud nummer 9. Zo heet die. Nog een oogschaduwkleurtje van de Action. Met glittertjes erin. Ik weet niet of dat zichtbaar is op de camera. Ik geloof het niet. Ook wel een heel mooi kleurtje. Nee, er staat ook geen nummertje op of een naam.
Een Catrice oogschaduw uit de collectie Normatic Trace. Dit is de kleur Savannah's Gold. Hier kun je ook wel zien dat het echt een gouden randje heeft. Dan een Liquid Metal oogschaduw van Catrice. Dit is de kleur We Are The Champions. Zo heet die. Ook een heel mooi goud kleurtje. Dan een gewoon oogschaduwtje van de HEMA. Dit is kleur nummer 56. Dan nog eentje van de Beauty Beats. Dit was een collectie van Justin Bieber van Essence. En dit is de kleur As Long As You Love Me. Ik vind altijd die mooie die tekentjes wel heel erg mooi die ze erin in maken. Dan deze Velvet Matte oogschaduw. Dit is de kleur Welcome to Greaseland. Ook een beetje een bolle oogschaduw. Dan nog een 3D oogschaduw van Essence. Dit is de kleur Irresistible Smoky Eye. Dan een mono van Catrice. Dit is de kleur Rosemary's Baby. Dan een heel leuk oogschaduwtje van Jip en Janneke collectie van de HEMA. Een takkie erop. Schattig. Dit is de kleur 1, black. Dan heb ik er nog eentje. Dit is een witte kleur, dus die zal wat dat betreft ook 2 white heten dan. Nog een oogschaduw uit de Vintage District collectie van Essence in de kleur Get Arty. Ook wel een heel bijzonder kleurtje. Dan heb ik een Essence Metal Glam oogschaduw. Dit is de kleur Frosted Apple, en deze heeft ook echt wel, kijk, echt wel een beetje veel kleur, maar ik zie dat hij een beetje aan het verpoederen is. En nog een gewone oogschaduw van Essence, deze heet Is It Purple. Dat waren dan mijn mono oogschaduws. Dan ga ik door naar de kleinere paletjes. Deze ga ik eerst de paletjes laten zien die nog in de revealbak zitten. Van NYC dit paletje in de kleur South Street Seaport. Nog een paletje van NYC en dit is de kleur Best of Broadway. Smoky Eye paletje van Catrice. Meet Me at the Bonfire. Een Glam Eyes oogschaduw paletje van Rimmel. De kleur Royal Blue. Het laatste paletje wat erin lag is van Sleek. Ik ga hem eventjes openmaken. Zodat het enigszins lukt. Dat is dit paletje. En nou zeg, openmaken is lastig jongens. Hè? Met deze kleurtjes erin. En even kijken of deze naam heeft. Molten Metal. Ja, dat is dus gewoon de kleur ook. Het paletten wat in mijn dagelijkse stashbakje zit, is dit Quattro oogschaduwpalet van Essence. Met deze kleuren heb ik veelvoudig gebruikt. Gebruik ik nog best wel regelmatig. Heel fijn paletje. Dit is de kleur To Die For. Volgens mij zijn deze allemaal uit de collectie, maar dit is echt een heel fijn palet. Ik heb er ook een paar backups van liggen. Dus ik kan er even voor uit. Het eerste paletje wat erin zit is het Quattro Shadow paletje van Catrice. Deze komt uit de Sensibility collectie. Deze heet Ease and Comfort. En dit is echt een heel mooi paletje met 4 kleuren. Dan een paletje van W7. Dit is uit de Naughty 9 collectie. Dit is de Arabian Nights. Heel mooi paletje ook. Veel pigment. Een NYC oogschaduwpaletje in de kleur A Kiss on the Hudson. Dan heb ik de Soft Baked Oogshadow uit de Rue Luxury collectie. Deze heet Rouge Elegance. Ziet er zo uit. Dan heb ik er 3 uit de gewone collectie. Dit is de Meet the Gemstone, Gemstones met deze kleurencombinatie. Dan heb ik de Rose Vintage. Deze heeft dus deze kleuren.
En de laatste, dat is de antiek chess trash chic. Nou, al die Franse namen. Dat heeft deze kleur. Een smoky eye setje van Essence. Zo'n wat oudere trouwens. Ik heb ook nog een nieuwe, maar die heb ik. Maar ja, deze ziet er zo uit. Die is eigenlijk hetzelfde een beetje als de nieuwe. Dan nog gewoon twee gewone kleurtjes van de HEMA collectie. Dit is de nummer 58. Een beetje twee nude kleurtjes. Dan heb ik dit setje van Action. Dit is deze keer ook nat gebruiken. Dit is de black en beige. Dan uit de For All Grunge collectie. Deze heet I Like Grunge. En deze heeft deze kleurtjes. Dan dit smoky foam paletje. Heb ik ooit een keer bij de Ethos gekocht. Dan heb ik dit Pick and Reveal paletje. Dit was een paar jaar geleden. Kon je zo'n leeg doosje kopen. En dan kon je losse oogschaduwtjes kopen. En dan kon je hem dus zelf vullen. Werkt met een magneetje. Heel erg leuk. Maar volgens mij is het er niet meer. Dus ik heb toen voor deze kleuren. Deze heb ik zelf samengesteld. En het laatste paletje wat erin zit is van Miss Sporty. Dingetje gaat hem door. Ook een heel mooi doosje. Heel mooi paletje. Dit is de Cut Eyes palette in de kleur Mineral Earth. Ook heb ik nog een aantal palettes van Essence die ook in die la los liggen. Dat is het All About Candies palet. Met deze kleuren erin. Deze zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Het All About Deep Sea palet. Even mooi laten zien. Het All About Sunrise paletten. Heel mooi paletje ook. Het All About Nude paletten. All About Chocolates. En het All About Romance paletten. Is deze. En het Nightclub paletten. En deze heet Already Midnight. Dan kom ik bij het laatste bakje. En ik laat je eerst even de review producten nog zien. Het 2-in-1 Eyeshadow en Liner Waterproof. Potlood van Essence in de kleur Peach Perfect. En deze iMatic Eyebrow Pen. Eye Powder Pen, sorry. In de kleur Hotel California. Dus deze wil ik nog gaan reviewen. In het mandje zit deze eye pen van de H&M. In de kleur Brown. Ik heb hier ook een Instant Eye Brightener in zitten. Die kun je onder je ogen aanbrengen. Voor wat ja, het op te lichten. Een ja, natte oogschaduw van de Action. Deze All That Green Smoky Eye Pencil. In de kleur Back to Black van Essence. Een cream oogschaduwpen van de HEMA in kleur nummer 5. Deze duo van de Action. Dit is een smoky duo stick. Dan het Candle Eyes potlood van Rimmel in de kleur Blackmail. Nog een duo potlood van de Action. En dan heb ik nog zo'n Smoky Eye Duo Stick, ook van de Action. Dit was dan de video met een deel van mijn oogschaduwstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het wel echt super leuk om op te nemen. Ik moet alleen heel eerlijk zeggen dat ik op het laatst bij het opnemen van de video eventjes niet helemaal lekker werd. Dus ja, ik hoop dat het dan toch verder wel goed is overgekomen. Ja, voor nu wil ik jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. En als je de video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel snel weer. Doeg!